Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe prank die ik voor jullie gemaakt heb. Die prank met mijn moeder was vorige keer zo goed gegaan. En die is echt super veel bekeken dat ik dacht, oké, ik moet gewoon een nieuwe prank gaan maken. Of die net zo goed wordt als die van mijn moeder, dat weet ik niet, want ik moet nog op gaan nemen. Maar ik ga gewoon proberen om weer net zo goed te acteren als wat ik toen deed. Ik vond het wel echt heel zielig voor mijn moeder toen, maar ze kan wel wat hebben en ze vond het ook niet erg. En ik weet gewoon dat mijn moeder, als er volgende keer echt iets is, dat ze me gewoon gelooft. Want ja, dan zeg ik gewoon dat het geen grapje is en dan gelooft ze me gewoon. Anders had ik het ook niet gedaan. Nu ga ik vriendinnetjes van mij in de maling nemen. Ik ga namelijk zeggen dat ik het huis uit ben gezet en... dat ik heel erg ruzie heb met mijn ouders. En dat ik echt heel graag bij hun in wil trekken. Ja, dat is best wel heftig. En ik weet ook niet hoe ze gaan reageren. Ik denk wel dat ze het gaan geloven. Omdat, ja, het is nu al best wel weer lang geleden dat ik die video toen had opgenomen. Dus, ja, ik denk wel dat ze me gaan geloven. En als ze me niet geloven, dan laat ik het ook gewoon zien. Dus veel plezier met kijken en doe alvast een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren hier rechtsonder op mijn kanaal. En dan wens ik jullie veel kijkplezier. Oké, als eerste ga ik mijn nichtje opbellen, Jamila. Ik hoop dat je opneemt. Ja? Mail. Ja. Kan ik eventjes wat tegen je zeggen, maar je mocht het echt eventjes nu tegen niemand erover hebben, oké? Nee, ik ben alleen. Oké. Ik heb net heel erg ruzie gehad met mijn ouders. Waarom? Ja, ik heb gisteravond drugs gebruikt en ik heb dat natuurlijk nog nooit gedaan en ik kwam ineens met hele grote ogen thuis. En toen heb mijn vader... Ja, jij maakt een grapper. Meel! Ja, wat is er nou? Ja, het was een grapje. Jij bent niet goed. Het was voor YouTube, maar je trapt er niet in. Man, ben je me nu live aan het opnemen? Ja. En ik had echt verwacht dat je erin zou trappen, maar ja, helaas. Oh, ja. Ik ga nu even voor Jill bellen, ja? Is ze bij jou? Nee. Oké, gaat ze erin trappen? Nou, ik wil erin hoor. Ja, je komt er ook in, maar ja, je bent er niet in getrapt. Ja, dan moet je dit wel weghalen, want ik ga verschut. Nee, heel schappig. Nou, ik wou bijna iets anders. Ja, maar dan, nee, maar het is toch niet live? Dus ik er niet in gezet. Nou, weet je wat ik eerst zag? Ik dacht, is het toch gewerkt? Ja, dat dacht ik al. Ja, grappig meisje. Ja, nou. Ik ga voor jou proberen. Ja, is goed. Oké, doei. Sorry. Nou, helaas, pindakaas. Ik had toch echt verwacht dat ze erin zou trappen. Maar ze kent me toch te goed. Prooi 2, Virgilia. Ik zit echt niet lekker. Virgil. Ja. Ben je thuis? Nee. Wacht even hoor. Je staat op dingen, maar ik krijg dat ding niet uit. Oh. Ja, het is echt even dringend. Het is echt even dringend. Oh, zo? Ja, ik heb net heel erg ruzie met mijn vader en mijn moeder gehad, maar ik sta nu letterlijk op straat. Nee. Ja, ik had gisteren drugs gebruikt, maar mijn vader is erachter gekomen. Oh. Maak je nou een geintje of is echt? Nee, ik meen het. Waar ben je nu dan? Ja, ik sta nu in mijn hofje. Ik weet echt niet waar ik heen moet. Ja, ik ben nu bij Sharon. Kan ik alsjeblieft naar jullie toe komen? Ja, dan kom ik wel lopend of zo. Sharon gaat over... Even kijken, hoe laat ga je weg? Want die gaat zo weg. Of zo met de oma. Kan ik alsjeblieft naar jou toe komen? Ja, ik kom wel naar jou toe dan. Ja. Waar ben je? Ik weet echt niet wat ik moet doen, Jules. Hij is zo kwaad. Ik kom wel naar... Waar ben je nu? Ja, bij mijn plein.
Maar ja, ik sta letterlijk in mijn pyjama. Ja, kom naar mij toe dan. Ja, maar ja, dan moet ik helemaal lopend in mijn pyjama. Dat staat toch verschut? Al die mensen kijken me aan. Moet ik naar jou toe dan? Ja, ik weet het niet. Kan je niet Milla opbellen? Of ze me op kan halen of zo met de auto? Ik bel wel Milla op, ja. Ja, oké, okay, is goed. Oké, doei. Bel je me zo even terug of het kan? Ja, ik bel je terug. Oké, okay, doei. Oké, doei. Ik ga heel snel Jamila appen. Dat ze mee moet spelen. En Jamila, die weet er natuurlijk van, want die heb ik net in de maling genomen. En die gaat meespelen waarschijnlijk met haar. Jamila gaat nu dus serieus echt naar Virgilia naar mijn huis toe komen. En Jamila zegt... Oh. Ja, Mail? Rauw. Ja. Ze is helemaal in paniek. Zeg, je moet haar halen nu. Ze staat hier op pyjama. Ze zegt, ja, ik ga er... Ik zeg, waar? Ze zegt, plein. Ik zeg, plein? Ze zegt, ja, hallo, ik ga haar bellen. Maar wacht even, wacht. Ik zeg dit. Ja, dit is heel grappig. Prank loopt uit de hand. En ik ga echt meespelen, ja, Mail. Ik doe echt alsof ik in mijn pyjama zit en dan gaan we een rondje rijden. Ja, is goed. Oké. Okay. Doei. Okay. Ja. Ik ga mijn pyjama aantrekken. En ik ben heel erg benieuwd naar Virgilia, de reactie zo meteen. Oké, okay, ik ben eventjes... Ik had eventjes overlegd hoe ik dit precies moet gaan filmen zo meteen. Maar ik denk dat ik dus gewoon ga filmen dat ik... in het hofje sta en in mijn pyjama en dat ik gewoon ga filmen wanneer zij zeg maar aankomt draaien en dat ik haar gewoon haar reactie film. Ze appt me nu, Rel, Milla komt je zo halen, het komt goed. Oh ja, ik ga trouwens ook nog even schrijven, het is zo koud. Oké, ik heb mijn pyjama aangetrokken. Ik ga haar nu weer bellen. Ze schrijft dit. Oké, ik ga er nu weer opbellen. Oh, kut. Ja. Hugh, kan ik wel echt bij jou slapen? Ja. Maar vindt je moeder dat niet erg? Nee, tuurlijk niet. Als je gewoon zegt wat er is gebeurd en zo. Ja. Mijn moeder snapt dat toch wel. Ja, ik denk het ook wel. Maar ja, past het allemaal wel? Ja, ik sta toch wel. Je kan gewoon bij Milla. Oké. Okay. Wat zal ze ervan vinden, denk je moeder? Hè? Wat zal ze ervan vinden? Ja, mijn moeder, je weet toch hoe mijn moeder is. Gewoon, ja, die reageert toch gewoon normaal. Ja, het is echt fucking koud, hè? Oh, ja, is er al bijna dan? Pyjama. Ja. Ja. Mijn slippers aan. Ik moest even snel wat aantrekken. Ja. Nou, ja. Ik denk dat je moeder sowieso nog wel belt, hoor. Ja, denk het ook wel. Denk dat ze ook wel even komt om spullen te brengen. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik heb toch onderbroek en zo nodig. Ja. En moet je ook nog werken en zo? Ja, ook. Ja, ik denk wel... Ja. Hij zal dan niet zo zijn dat hij echt voor altijd boos zal zijn of zo. Ja, ik hoop het niet. Ja, weet je, ik ga gewoon het huis uit eerdaags. Ik ga gewoon mezelf wonen. Ben je helemaal klaar met dat gezeik? Ja, dat wel, ja. We zijn zo streng, hè, Hugh. Dat is niet normaal. Ja, kijk, en dan ga je op een gegeven moment een keer stiekem. Ja, dan ga je het stiekem doen. Ja. Maar ja, weet je, ik mag toch wel af en toe gewoon wat gebruiken. Ja, je wou gewoon proberen, denk ik. Ja, weet je, ik doe het ook wel vaker, maar dat weet hij niet. Nee. Dat zeg ik nooit. Nee, maar ja, omdat je er niet over kan praten, dus ja, dan ga je het zo doen. Ja, ik doe het altijd met twee andere vriendinnen, je weet waar ik mee omga. Ja. En hun doen het echt al heel lang en ja, je hebt gewoon, ja, het is een soort beetje verslaving of zo geworden. Ja.
Nee, je moet er niet, natuurlijk niet in doorslaan. Ja. Je zou niet voor zorgen. Ja, maar ja, ik denk dat het al een beetje te laat is. Nee. Ja, misschien dat ik maar gewoon mezelf ga opgeven of zo bij een kliniek. Weet ik veel. Dat is wel normaal hoor. Ja, ik moet toch wat? Ja, je bent toch niet echt de aanverslaafd? Ja, ik doe het best wel de laatste tijd echt wel vaak. Niet alleen in het weekend, maar ook door de week. Nee. Ja. Ja, verkeerde mensen geen... waar ik mee omga, joh. Je maakt toch geen geintje, vrouw? Nee, ik meen het. Je doet toch geen vlog? Nee, joh, kom echt waar. Daar ga ik toch, geen grapje om maken. Ja, ik weet het niet. Nee, mijn vader, ik sta midden op straat. Oh. Ja. Wat een zootje. Ja, weet je, ik moet gewoon alleen maar mezelf beschermen voordat ik er echt helemaal aan doorsla. Ja, maar dat moet je niet doen. Maar ja. Ik kan beter gewoon een drankje of zo drinken. Ja, is ook wel zo. Maar ja, weet je, het is best wel chill hoor, dat. Ja, ik weet niet, ik heb het nog nooit geprobeerd. Wat voel je dan? Ja, je voelt je gewoon een beetje high of zo. Ik heb wel eens gehoord dat je lijkt of dat alles mooier is of zo. Dat de wereld is mooier of zoiets. Ja, zeg maar, alles komt heel erg op je af. Opa. Nou ja, het is echt een heel goed gevoel hoor. 1-9. Ja. 4-9. Ja, ik kan het ook wel een keer proberen samen, maar ik weet niet of ben je gek? Maar je moet er echt niet in doorslaan. Ja, maar ja, één keertje kan toch geen kwaad? Nee, één keertje. Maar jij zegt, ik wil gewoon dat het al te laat is. Nee, ik bedoel voor jou één keertje. Dat je het ook gewoon een keer met mij probeert. Nee, je durft niet. Dan krijg ik zeker een paniekaanval. Nee joh. Ik dacht dat ook in het begin, maar dat valt echt wel mee. Nee, wacht. Ja. Maar ja, je moet er niet in doorslaan. Ik wil ook niet jouw verslaafde aanmaken, weet je wel. Want... ik ben al blij dat ik bij jullie mag slapen, maar ja. Is ze al onderweg, Milla? Ja, dat weet ik. Ik zit nog bij jou aan de telefoon. Ik ga zo bellen. Ja, poeh, ik ga een loopneus. Ja. Maar ja, mijn vader die is ondertussen ook weer de deur uitgegaan. Ik zag hem ook weglopen. Dus ben je vader? Ja, dus nou ook niemand thuis. Ik zie je niet. Misschien kan ik er gewoon in anders. Ja, maar ja, moet het zo meteen toch weer uit. Mensen verwachten dat niet van mij, weet je, dus... Nee, ja. Ik had het eerlijk gezegd ook niet verwacht. Nee. Nee, maar ja, het is... Ja, maar het gebeurt ook wel vaak van de mensen waar ik niet van verwacht. Ja. Ja. Het is gewoon een keer misgegaan. En daardoor vond ik het gewoon leuk om te doen. En ja, ik zag niet echt het kwaad ervan in. Nee, maar je moet er niet door... Je moet er niet... doorslaan. Ja, maar dat is al een beetje te laat, weet je. Ja, maar je gebruikt het toch niet. Je hebt het toch niet echt nodig of zo? Ja. Het is niet dat ik het. Ja, ik weet het niet. Ja. Als ik thuis zit, dan ga ik. Ja. Het is echt kut, weet je. Ja. Dan ga ik gewoon beven soms. Nee. Ja. Ben je aan het lachen of aan het huilen? Nee. Ik ben een beetje aan het huilen. Dat schaam me er zo erg voor jou. Ja, dat snap ik. Maar ja, daar hoef je niet voor te schamen. Ja, het kan iedereen gebeuren. Ja, maar het is al zo eenmaal te laat, weet je. Ik heb met de verkeerde mensen omgegaan. Ja. Mensen hadden dit nooit van me verwacht. En ik heb echt gewoon... Ja, maar dan moet je toch een beetje afstand nemen van die mensen. Ja, maar ik heb ook... Het is zeg maar, het zijn dealers ook en zo. En ik heb ook een beetje schulden daar lopen. Maar dan maak je nou nu... Ja, maar daarom kan ik geen afstand van ze nemen. Ja, ik wil hier gewoon uitkomen, joh. Nee. Nee, of... Het is geen geintje. Goh, waarom geloof je me niet, joh? Laat maar, ik ga wel naar iemand anders toe. Ja, ik geloof het wel, maar... Ja, maar je noemt me gek of zo. Ja. Ja, dan...
Ja, dan heb je een probleem. Ja, maar... ik wil er gewoon van af, maar... soms staan ze aan mijn deur ook. En dan was mijn vader niet thuis. Al wat erg. Ik ben gewoon bang dat ze mijn familie wat aandoen. Ja, ja, als ze weten wie je familie zijn. Ja, ze weten wel wie mijn vader is, denk ik. Oh, wat erg. Maar, ja, dan weten ze ook waar je wonen, denk ik. Ja. Ja, en mijn video's staan natuurlijk online. Ze weten gewoon ja, veel over ook. Me. Kan je dat niet verwijderen? Ja, maar ik vind het gewoon echt een soort van hobby of zo, weet je. Ja. Maar ja, misschien moet ik het toch maar doen voor mijn eigen veiligheid ook. Ja, dan zou ik het maar doen, ja. En als alles gewoon een beetje... Maar Jules, wil je wel eventjes je vader inlichten voordat ik bij jullie kom slapen? Ja. Want dadelijk staan er vreemde mensen aan de deur en dan weet hij in ieder geval wel waarvan het is, weet je. Ja. Maar ja, op een gegeven moment weet je toch oh, wacht, Mila belt me. Oh. Doei. Doei. Oké, okay, Jamila en Virgilia komen nu dus op de scooter naar mij toe om me te halen. Jamila gaat dus zeggen tegen Virgil dat mijn vader... Oh, wacht, Jamila belt weer. Ja? Ja, Mil? Maar sta jij dan buiten of moeten wij gewoon aanbellen? Nee, ik sta wel buiten. En als... Oh ja, is goed. Oké, okay, doei. Oké, okay, doei. Jules en Jamila komen nu dus hierheen op de scooter. Dan sta ik buiten in mijn pyjama. Oké, ik sta nu dus buiten. In mijn pyjama met een tasje in mijn hand en mijn telefoon. En zij komt zo meteen aanrijden. Ik moet wel even mijn deur dicht doen en ik ga deze camera ergens neerzetten. Oké, mijn camera ga ik dus zetten hier op deze fiets. Heel onopvallend. En dan gaat hij zo staan. En Jamila gaat ervoor zorgen dat... Ik ga het even wat harder, want misschien horen jullie mij niet door de wind. Dat ze ook precies hier gaat stoppen. Want ik heb tegen haar gezegd, hier ga ik mijn camera neerzetten. Ik moet stoppen waar ik sta. Oh. Dus ik hoop dat ze me ziet. Wordt nooit verslaafd.
Nooit. Nooit drugs gebruiken, niks. Hè? Nooit doen, Chanel, nooit doen. Nee. Maar ik doe dat toch ook nooit, Jules? Nee, niet doen. Mail, vond je niet zielig voor Virgil? Ja, aan de ene kant wel, maar ja, ik vond het ook wel weer grappig. Maar Virgil is precies ook meisje waarmee je dit soort geintjes uitkent. Ja, die trapt overal in. Nee, kijk, daar staan we met haar tas. Oh. En ik zeg dan tegen haar, moeten we geen broek voor haar meenemen?